In de Hofstraat in Dordrecht is vanmiddag het standbeeld onthuld van Willem van Oranje door prinses Beatrix. Maar na de onthulling bleek een pijnlijk iets, want de stad Oudewater, één van de 12 steden die aanwezig was op die vrije statenvergadering van 1572, die werd belegd op initiatief van Willem van Oranje, die plaatsnaam staat niet op het monument. Nou, laat ik eerst Dordrecht van harte feliciteren met dit fantastische standbeeld met aandacht voor 1572. Het is heel belangrijk om daar over na te denken en dat door te geven aan de nieuwe generatie. Maar ja, ik ben met u eens, we gingen op zoek naar van waar staat Oudewater nu. En ik zie wel Gouda staan, daar ben ik eerlijk gezegd wel heel blij mee. Want dat was een nieuwe stad, daar wordt u burgemeester? Daar hoop ik over een maand geïnstalleerd te worden. Maar ja, Oudewater hoort er wel al sinds 1572 bij. En ik denk dat er nog een uitdaging ligt. We noemen dat geloof ik op z'n Hollands toch gewoon een blunder? Vraagt u het na hier? U kunt wel om lachen. Ja, natuurlijk. Ja, geschiedenis ja. Is iets wat je altijd moet verfijnen en verbeteren, dus dat gaan we ook doen hier. Ja, de geschiedenis is hier in ieder geval niet dood. Hier moet nog iets levends gaan gebeuren. Er moet hier nog wat gehakt worden. Op het hoekje past Oudewater ongetwijfeld. U heeft het al uitgemeten? Ik heb er geen verstand van, maar het gaat vast lukken. Nou ja, Gouda staat er in ieder geval wel op. Nou, we toch nog een beetje tevreden naar huis. Zeker, en enorme opkomst vanmiddag. Met een goede sfeer. Dit is echt een goede, betekenisvolle stap in Dordt. Dankjewel. Rix is weg. Nou, daar heeft u dan 2,5 uur op staan te wachten. Ja, niks gezien. Nee, schandalig is het. Ja. Maar wat vindt u van het beeld? Ja, het is een prachtig beeld. Maar het had leuker geweest als we de foto's ervan hadden gehad. We hebben 2,5 uur staan wachten hier. U baalt een beetje. Ja, baalt behoorlijk. En een meisje dat wilde bloemen geven, dat mocht ook al niet. Nee, wat is dat nou toch? Hey meisje, ben je zo verdrietig? Vertel eens, wat wilde je? Ze is heel erg verdrietig. Gaat papa het nu vertellen? Wat is het probleem? Ze wilde graag de bloemen geven, maar dat mocht niet. Nee. Dus ja, heel vervelend. Ze had speciaal bloemen uitgekozen. Ja, veel mensen wou foto's maken. En op het moment dat je foto maakt, staat er wel weer of een camera ervoor of iemand anders. Dus. Altijd wat met die media. Ja, het was niet alleen de media, ook de delegatie wat meekwam meer. Behoorlijk wat bobo's. Ja, ik weet niet wie het zijn. Gaat u nog maar een keertje in uw eentje genieten van het beeld? Ja, mijn oude collega's die hebben het voetstuk gemaakt hier. Dus die zeiden het net ook tegen mij. Mijn moeder wou erheen, dus ik denk, ja, dan ga ik wel met mijn moeder even erheen. Ja. Moeder staat naast u? Ja, zeker. Ja, dan ga ik even vragen hoor aan moeders. Vindt u het mooi? Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb een glimp van haar gezien, dus... De prinses weer eens in de stad. Ja, en jullie stonden er allemaal voor. Als ik foto's kunnen maken. Als ik nu even buk en u kijkt naar het beeld, wat vindt u ervan? Nou ja, ik kan er een foto van maken, maar er staan nog zoveel mensen voor. Gaat u toch lekker bovenop het hek staan, dan lukt het wel? Nee, dat durf ik niet.